Nou, een dag later, waar een stukje op sleutelstad allemaal niet toe kan leiden. Dan denk je misschien, ik zie geen verschil. Nou, kijk. In opdracht van de gemeente wordt er hard gewerkt om het kroos uit het water te scheppen. En dan wordt het vervolgens afgevoerd per vrachtwagen. Stinken doet het wel, enorm nog steeds hier. Maar als we een stukje daarheen kijken, dan zie je dat er alweer een heel stuk van het water kroosvrij is gemaakt. Iemand zei gisteren tegen me, ik kwam er langs en ik ging bijna over mijn nek. Nou, ik moet zeggen, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Lekker klusje! En er gaat weer een flinke hap van het stinkende kroos. Ik zie nou waar die lucht vandaan komt. Ja, zij komen, ze geloven me niet. Dat is een flinke karper, denk ik, hè? Maar aan deze kant is het nog helemaal groen. En niet alleen hier, kijk. Zover je kan kijken, loopt het door tot aan de E.ON centrale. Want daar ligt die dam in de singel. Ja, en door de wind hoopt het hier kennelijk allemaal op. De wind en de stroming. Dus dat hele stuk ligt nog vol met die dikke, stinkende laag kroos. Kijk, hij pakt een heel stuk singel hier mee. En dan duwt hij het daar zo de hoek in. Naar die kraan. En dat bootje, dit ligt het daar tegen te houden onder de brug. Zodat ze zo meteen weer een mooie dikke laag hebben om er in één keer uit te scheppen. Nou, er zit ook wel een stukje huisvleit aan. Want ze hebben een heel mooie houten geraamte gemaakt voor op die duwbak. Om dat kroos zo te verzamelen. Zoals je ziet. Nou, dat werkt prima.